Hallo en welkom bij de videotutorial voor het gebruiken van de Joomla Text Editor. En dit gedeelte gaat over het invoeren van teksten, het wijzigen ervan, het gebruik van verschillende soorten headers, lettergrootte, kleur, etc. Oké, nou, we kijken hier ook naar de demopagina waarin we alles laten zien. Ik kijk hier tegen de pagina videotutorials aan. En het eerste wat we altijd gaan doen is als een gebruiker inloggen op onze eigen site om dus ook aanpassingen te kunnen maken. Nou, ik log in. Ik hoef het wachtwoord niet te onthouden. En op de een of andere manier heb ik een typfout gemaakt. Zo. Nou, ik ben weer ingelogd. Ik kom op de homepage en ik zie direct ook dat het edit-icoon aanwezig is. En het beheer van nieuwsberichten en tekstpagina's. Ik klik hier gewoon op het edit-icoon. En ik kom dan ook in de teksteditor terecht. Ik kan de titel veranderen, maar daar gaat deze tutorial niet over. Deze tutorial gaat over de tools die je hebt ter beschikking voor het aankleden van je teksten. Nou, headers werken erg goed voor de Google zoekmachine optimalisatie resultaten. We maken gebruik van header 1, 2 en 3, die alle drie verschillend van grootte zijn. En ik ga dat laten zien. Ik maak even een nieuwe regel en die noem ik header 2. En ik maak nog een regel, die noem ik header 3. Nou, het werkt net zoals in elke Word-achtige editor. We kunnen hier kiezen onder het knopje paragraaf en de geselecteerde tekst ook daadwerkelijk een header 1 maken. Nou, er is geen goede enter aangegeven, waardoor ook de tweede tekst meegenomen wordt. Ik kan dit laten zien in de code. Wat gebeurt er? Voor de tekst die ik als header 1 wil hebben, komt deze code H1 te staan. En die H1 die wordt hier aan het einde afgesloten. Maar aangezien die pas afgesloten wordt na de volgende regel was header, wordt ook die meegenomen. Nou, wat kan ik doen? Ik kan deze hier weghalen en ik kan hem netjes achter de landingspage tekst zetten. En dan is dat opgelost. Zou niet zo moeten zijn, maar dat kan wel eens gebeuren. Dan ga ik weer terug naar mijn teksteditor en dan zie ik ook daadwerkelijk dat dat zo gebeurd is. Dan kan ik de volgende regel pakken en die kan ik bijvoorbeeld een heading 2 maken. En dan kan ik de volgende regel pakken en die kan ik bijvoorbeeld een heading 3 maken. En dan zie je direct het verschil tussen de verschillende soorten headers. Groot, ook groot, maar toch kleiner en nog wat kleiner en bold. Nou, die headers zijn voorgedefinieerd, dus die krijgen direct de juiste kleur en de juiste grootte en het juiste lettertype. Nou, nu heb ik dat laten zien, haal ik deze even weg. Dan gaan we even verder. En dan zal ik laten zien dat je ook een willekeurig stuk tekst kan selecteren. En deze natuurlijk bold, schuin, underlined en doorgestreept kan maken. Nou, dat kan overal op een willekeurige plek in de teksten. Dat zijn een beetje de basistools. Vervolgens kan je ook zeggen, ja, ik wil sommige teksten wat groter highlighten als het ware. Ik wil ze onder de aandacht brengen. Dat gaat niet door middel van headings, want een header is echt een op zich staande regel. Dus als ik dit doe en ik maak hier een heading van, dan gaat de hele tekst mee. De hele paragraaf wordt één heading. Nou, dat wil ik niet. Dan kan ik gebruik maken van font size en dan kan ik zeggen, ik wil dit gewoon een stukje groter. Je kan ook nog kiezen in sommige gevallen, meestal zetten we dat uit. Op aanvraag kan dat weer aangezet worden, verschillende lettertypes gebruiken. Maar we zetten dat bewust uit, zodat het niet een rommelig gezicht wordt. Want mensen zijn vaak in staat om alle lettertypes die ze tot hun beschikking hebben, dwars door elkaar heen te gooien. En dat is niet erg professioneel. Oké, nou, ik kan met ditzelfde stukje tekst verder gaan. Even kijken, ik heb ook niet de beschikking in mijn teksteditor om kleurtjes aan te geven. Ook ten behoud van het ontwerp. Dus dat kan ik hierin helaas niet laten zien. Nou, zonder dat u er erg in had, heb ik even de aanpassing gemaakt zodat ik de toeltjes wel tot mijn beschikking heb. Nu kan ik dus dit stukje tekst selecteren en zie ik dat hier en hier twee kleurtoeltjes staan. De ene is om de tekst een kleurtje te geven en de andere is om de tekst te markeren. Nou, dat zien we dus al gebeuren. Ik kan een stukje tekst pakken en markeren. Ik kan een stukje tekst pakken en die een andere kleur geven.
Ja, met links gebeurt dit automatisch. De linkkleuren die zijn al voorgedefinieerd, dus het wordt ook aangeraden om daar verder niets aan te veranderen. Verder wordt er vaak gebruik gemaakt van toepassingen zoals Word of Excel of dat soort zaken. En wij raden altijd aan als u een tekst kopieert vanuit een andere site of vanuit Word, om het op de volgende manier te doen. Je kiest, ik ga eventjes naar een willekeurige site om een stukje tekst te kopiëren. Ik pak dit stukje tekst. Ik kopieer dat met Ctrl-C of met mijn rechtermuisknop kopiëren. Ik ga weer terug naar mijn artikel. Ik ga even een ruimte creëren waar ik het wil plakken. Als ik dit nu rechtstreeks ga plakken, dan neemt hij ook alle instellingen van de tekst zoals die op die desbetreffende site is ingesteld over. En dat veroorzaakt een hele hoop rommelcode, noemen we dat. Dat kunnen we terugzien als we naar de code gaan. Er komen een hoop divjes tussen die niet van toepassing zijn. Een hoop spans, een hoop kleurinstellingen. Hier voornamelijk span style, decoration, line through, span style. Dat hebben we allemaal niet nodig, dat willen we niet. Daar wordt de pagina alleen maar nog rommeliger van. Als we dat op de volgende manier doen, door het kladblok symbooltje te pakken en te kiezen voor paste as plain text en de tekst hierin te plakken, dan wordt al die gekke code eruit gehaald. Dat betekent dat als we op oké klikken, dat we het daarna dus wel zelf weer moeten aankleden, maar dan gebruiken we tenminste onze eigen instellingen en dan wordt het ook niet zo rommelig. En zullen we eens even kijken of ik deze nog, ja, door een goede enter te geven, krijg ik de tekst weer hersteld door gewoon te kiezen voor paragraaf. Dus ik heb hier weer een mooie heading met daaronder de verdere bodytekst. Nou, als we dat allemaal gedaan hebben, dan zijn we klaar, kunnen we dat opslaan en zien we dat ook direct terug op de site. Wat dat betreft deze tutorial. De volgende tutorial gaat over het toevoegen van een tekstlink. Bedankt voor uw aandacht.